standbeeld Emilia van Nassau. Op de Kasteelaan in Wijchen staat dit bronzen standbeeld, gemaakt in 1984 door de beeldhouwer Paul de Swaaf, die woonde en werkte in Nijmegen. Dit is Emilia van Nassau, de jongste dochter van Willem van Oranje. De moeder van Emilia begon kort na Emilia's geboorte een relatie met de vader van de schilder Rubens. Deze affaire was de reden om de kinderen bij hun moeder weg te halen. Na diverse omzwervingen werd Emilia gastvrouw aan het hof van haar broer Maurits. Tijdens een van de ontvangsten ontmoette ze haar toekomstige katholieke echtgenoot, Emmanuel van Portugal. Zij woonde later een eindje verderop in het kasteel van Wijchen. Samen hadden ze maar één grote wens: trouwen. Maar haar broer prins Maurits wilde niet dat zijn zus met een katholiek edelman in het huwelijksbootje zou stappen. Naast katholiek was hij arm en een onwettige zoon, niet iemand die Maurits in zijn familie wilde hebben. Toen ze dat stiekem toch deden, werd Emmanuel verbannen. Hij vertrok samen met Emilia naar Wesel. De Spanjaarden veroverden Wesel in Duitsland en dat was de reden dat Emilia en Emmanuel naar Nederland vluchtten. Toen jaren later de ruzie met prins Maurits was bijgelegd, kochten Emilia en Emmanuel het kasteel in Wijchen en gingen ze er wonen. Om het kasteel te kunnen restaureren, verkocht Emilia een gedeelte van haar sieraden. Alleen al haar mooie parelketting bracht 9000 gulden op. In 1626 gingen Emilia en Emmanuel uit elkaar. Emilia en haar 8 kinderen vertrokken naar Genève. Zij overleed daar 3 jaar later. Ze werd 59 jaar. In de kathedraal aldaar vind je haar gebalsemde lichaam. En nu staat Emilia hier helemaal alleen op de sokkel in Wijchen. Zou ze het koud hebben? Deze mooie sjaal geeft haar in ieder geval meer warmte dan een parelketting.